Het mooie van kunst is dat je niet ver weg hoeft ervoor. Je hoeft niet altijd naar een museum om van kunst te genieten. Want het staat gewoon langs de straat. Tenminste, als je een beetje oplet. Bijvoorbeeld hier in Haps, op de weg tussen Haps en Kuik. Onze kunstenaar, ja. Meneer Hein Aldenhoven. Ja. Hein, jij maakt prachtige kunstwerken waar heel veel mensen zomaar aan voorbij rijden, maar waar ook heel veel mensen van kunnen genieten, toch? Ja, dat is altijd mijn uitgangspunt geweest. Natuurlijk maak ik eerst wat ik zelf in mijn gedachten heb, dat wil ik vormgeven. Maar ik vind het altijd mooi als er mensen langskomen en dat ze genieten. Want ja, de wereld is al niet zo rooskleurig. En als ik dit kan toevoegen aan de wereld, dat mensen even blij kunnen worden. Want ja, iedereen die hier langskomt, die geniet. En er worden ook vaak foto's gemaakt en zo. Dus dat doet goed. Ja, nou. En er zijn kunstenaars die maken alleen maar beelden of alleen maar schilderijen. Maar ik zie jou eigenlijk heel vaak met van alles en nog wat, hè? Wat voor kunstenaar ben je nu? Ik heb zelf het gevoel een vergankelijk kunstenaar. Ah, vergankelijk? Hoe bedoel je dat? Nou, in die zin, ik maak veel vergankelijk werk, zeg maar. Het is wel leuk om te vermelden. Ik ben nu al, vanaf 2009 maak ik zandsculpturen. En dat doe ik al 15 jaar. En hier aan de weg, dit is mijn nieuwste zetel, ik noem het een zandzetel. Die heb ik van de lente weer gemaakt. En dus ook al 15 jaar staat hier ieder jaar weer een andere zandsculptuur. Dan gaat dat zand weer, dat is dan weer helemaal vergaan in de natuur. En dan maak ik weer een nieuw werk. Dus maar ook alles wat ik in de omgeving gemaakt heb in het land van Kuik. Want van één kant ben ik er kei trots op. Al 15 jaar maak ik overal in de regio zandsculpturen. En nogmaals, ze zijn er niet meer. Nee. Weg. Ja. In het verleden hebben we een keer van jou een prachtig zandsculptuur langs A73 gefilmd. Ja. Die is er ook niet meer? Nee, daar staat nu Danone. En dat vind ik ook heel mooi dat je dat toen vastgelegd hebt. Want daar hoor ik vaak, als mensen hier wel eens stoppen, jij bent die man van langs de A73. Maar dankzij TV Veluwe ben ik ook bekend geworden in die zin dat mensen daar veel die filmpjes gezien hebben, snap je? Ja. Dus dat is kei leuk. Ja. Ja. Nu staan we hier bij jou op de oprit en deze knikkerstallage, als ik het zo mag noemen, die staat er bijvoorbeeld al heel lang. Maar deze zetel, die staat dus maar maximaal een jaar. Een stukje verderop heb je je kunsttuintje met prachtige houtsnijwerken en zo. Ja, als je voor 3 jaar terug, om het niet te druk te maken. Vroeger deed ik ook, ik heb 45 jaar ook getekend. En daar ben ik mee door heel Nederland geweest. Daar heb ik ook wel heel veel succes mee gehad. Er hangt heel wat werk in de huizen in Nederland. Maar toen dacht ik, na 45 jaar tekenen, ik ga weer iets anders erbij doen. En toen heb ik hout ontdekt en toen ben ik gaan hakken. En sindsdien maak ik nog wel zandsculpturen. Maar niet meer tekenen en volop bezig met houtsculpturen. En dat zul je straks ook zien, zeg maar. Ja, want ik heb begrepen, we gaan even met jou op pad. Want deze prachtige zandzetel, die staan we nu te bewonderen. Maar je hebt ergens anders ook nog iets. En je hebt ergens nog een soort van expositie van je houtsnijwerken. Precies. Gaan we op pad samen? Ja, dat is goed. Kom. Okay.